and spa. Spa is dit. Dit is niet Francorchamps. En het is very windy in Spa, hè? Maar we gaan iets eten. Wilt je eerst nog eens rondwandelen? Daar lijkt ook zoiets te zijn. We steken hier al. Ja? Ik zag een, hier is ook wel iets. Wat is dat, specerijen? Nee. Ik was sushi, maar niet als wel. Yes, well, Michael heeft het niet. Hier lijkt niet echt iets te zijn. Mensen zeiden dat het centrum hier heel gezellig is, maar ik zie niet direct echt een centrum. Daar misschien? Ik weet het niet. We zullen zien. Toevallig dat we toch in een sushi bar zitten. Echt toevallig, dat had nu nooit niemand gedacht. Jij wel wat ook? Of niet? Jawel. Ja, is toch fijn? Of niet? Jawel. Jee, ja. We hebben sushi. Sushi. En yakitori zalm. En we hebben echt superveel wespen. Echt 3 of zo. En daar ergens, en nu is hem weg, maar daar zit ook een rat. Maar hij is weg, denk ik. Ik zie hem niet meer. Ja. Maar dus, dat is hier top, hè. Top. Oh, come on. Het is vuile wespen. We zijn op onze kamer. Dat is al een beetje rommelig, want we zijn in de tussentijd al gaan eten en we zijn hier al geweest. Oh ja, dat is zo'n grote. Oh, Sam is het kapot, man. Rustig aan, hè. Oh ja, dat is wel chic. Dus we hebben hier een living. Super cozy, met een tv. Zithoekje voor als Niels graag wilt lezen deze avond. Ja. Hier is een zetel, wat trouwens ook een slaapbank is. Dus als je met meerdere bent, is dat wel ideaal. Hier hebben we nog een keukentje en een koffiemachine. Dan is hier het toilet. En hier komen we in de slaapkamer. We hebben het bed ook al getest. Allee, we zijn er al op gaan liggen, zoals je kunt zien. En goedgekeurd. Dan hebben we hier een super mooi bad. Zo'n losstaand bad. En hier is hoe noemt je dat, lavabo, om je 's avonds te wassen. En voor wie dat er graag wil douchen, hebben we ook een klein douche. Echt kleine. Super klein douche. Deze douche is zo groot, dat is echt niet normaal. Dit is echt gigantisch, toch? Amai, ik wou dat ik zo'n douche thuis had. Echt super groot. Echt een hele toffe kamer. En wij zitten dus bij Radisson Blue in Spa. Maar wij zitten in het Balmoral, denk ik. Als ik het juist zeg, normaal gezien wel. Balmoral, hè? Balmarginaal. Dat was van vroeger. Jij bent Balmarginaal, jij. No. Nee, Balmoral. En je hebt nog eentje. Nog een... Radisson Blue in het centrum van Spa. Maar deze is iets buiten het centrum aan het Lac de Warfaas. We zitten in de bar van het hotel nu. Nog een drankje doen. Wat heb jij genomen? We kunnen poelen. Waar? Daar? Ja, maar dat mag nu niet met corona, denk ik. Mooi niet poelen? Ja, ik weet niet. Dan moet je al die ballen en die stok ontsmetten. Ja. Ja. Het kan, hè. Ik weet het niet eigenlijk.
Maar we zitten hier, we wouden eerst buiten gaan, maar het is toch iets te fris geworden. Dus we zitten hier zo aan de bar. Ik heb een colaatje besteld en Niels heeft rumcola. Een slaapmutsje, hè? Slaapmutsje, cola, rum. Je gaat hem drinken zelf. En ik cola. Ik ga zelfs niet kunnen slapen waarschijnlijk. Van de cafeïne in de cola. Hij is schalk, hè? Zit er veel cafeïne in cola? Geen idee, ik denk dat. School. Okay. Het is ondertussen 9 uur. Ik kan niet lopen. We hebben teenslippers van het hotel. En ik vind dat super van. Maar Niels vindt het niet leuk. Teenslippers. Oh, ik vind het echt fijn, want die zijn kei zacht. Amai, die zijn echt super zacht. Maar we gaan dus heel even de spa checken. Plonsje misschien doen in het zwembad, ik weet niet. En dan chillen op de kamer. Fijn gedoucht en nu liggen we in het bedje nog tv te kijken. Welke film is dat? The Lone Ranger. The Lone Ranger. Zullen we dat zien? En daarna gaan we slapen. Maar morgen vroeg ga ik nog verder vloggen. Dus tot morgen. Slaap wel. Oké, ik denk dat ik nog niet heb gefilmd. Maar we hebben ontbijt gegeten. Ik zal hier wat foto's toevoegen. En we zijn deze nacht om 6 uur wakker geworden. Was het 6 uur, hè? Ja. Zoiets zeker. Omdat Niels heeft een verschot of zo in zijn rug. Kon niet bewegen. Hij had heel veel pijn. Hij heeft nog altijd heel veel pijn. Dus we gaan ook niks meer doen in spa. Want ja, het is moeilijk als je zoveel pijn hebt aan je rug. Dus we gaan lekker naar huis vertrekken. En lekker thuis chillen, flexium gel smeren, pettenkussentje op je rug, wat ga je? Dat hebben we niet meer, heb jij verbrand? Ik heb er denk ik nog één ergens, zo van u van de action zo heen, ergens. Ik zal dat wel zoeken zelfs. Dus ja, dat was kut, maar ja, garme. Een beetje heeft pijn. Je ziet mijn gezichtsexpressie niet met mijn mondmasker. Nee. Wat ik doe eigenlijk zo. Dus dat was ons weekendje in spa. Ik ga ook hier dan de vlog afsluiten, aangezien we toch niks meer gaan doen. Ons hotel was trouwens wel echt heel fijn, heel mooi. Een hele leuke spa ook in het hotel. Wij zaten in het Radisson Blue Balmoral in spa, want er zijn er twee. Maar wij zaten in het Balmoral. Dat lijkt van buiten echt zo'n Disney hotel-achtig. Super cute. En ik heb trouwens ook een kortingscode voor jullie. Thalisa, als jullie boeken op de site van Radisson Blue. Ik zal de link in de beschrijving zetten hieronder. En dan krijgen jullie 30% korting als jullie hier een overnachting boeken. Dus dat is wel heel lief van hun dat ze die code hebben gegeven. Oké, hopelijk vonden jullie de vlog leuk. Dus zeker thumbs up. Laat ook een leuke comment na. En wij zien jullie snel weer.